Jawel, jawel. Wederom een splinternieuwe aflevering van POP, The Judgment. We hebben er allemaal zin in. Kimo, gastjurylid Jason Bourne, de veteraan Tim Beumers en natuurlijk MC Excellent, bedenker van en host van Punch-Out Battles. Inmiddels ook verrijkt met de 10 seconden chokeregel en de hashtag Broface. En we gaan het vandaag hebben over de battle tussen Noozy en Ramsey. Tim. Ja man, liked it. Leuk. Sowieso Noozy, Speakery, weet je wel. Noozy is gegroeid, hè? Noozy. Jawel, ja man. En hij had gewoon goede bars, man. Ik zeg eerlijk, hij had een goede performance. Hij had een paar schemes over, een stuk over Totally Spice. Ik kan het je nu niet zo helemaal oplepelen, want ik had alleen maar kleine blaadjes. Dat was heel kut schrijven. Maar hij had een voetbal... had ook voetbalschemes die eindigden in een punch. In plaats van alleen maar over voetbal praten vanwege voetbal. Dus hij paste er toe met een einde, wat ik zeker tof vond. Yes, sir. Hij had het over het feit dat, dat Ramsey in de park battles een paar shandy slokjes op had en een beetje liep te stommelen. Waarbij Ramsey moest lachen van, nou ja, inderdaad man, ik ben echt snel dronken. Dat vind ik altijd fijn. Als iemand iets zegt over zijn tegenstander en als zijn tegenstander zo om zichzelf bedacht van, ja man, you got me. Ja, zo ben ik inderdaad. Ja, gewoon over het algemeen, ik vond Noozy echt gewoon goed komen, man. Ik vond Ramsey zijn, had zo'n heel stuk over Azië. Dat vond ik heel cool. Ik vond hem wel minder goed dan Noozy, maar... Noozy had wel echt delivery ook, hoor. Mm. Ja, maar ik vond het mooi dat Ramsey tegen Noozy zei van, Noozy zei dat tegen Ramsey. Je hebt de leeftijd van Mailman en de haarlijn van Waldo. Volgens mij zei Noozy dat tegen Ramsey en dan heb ik het verkeerd opgeschreven. Maar je kan me altijd corrigeren in de comments. Zullen ze vast doen. Sowieso. Ja, ja en Noozy had op een gegeven moment van, het is een wonder dat je presteert, maar zonder W, reizen naar Wenna, weet ik dat je onderpresteert. Yeah. Dat vond ik heel tof. Ja man. Yeah. En op een gegeven moment vond ik dat grappig. Hij diste Ramsey, want Ramsey heet blablabla bla, bla, Brok of zo, Brok van zijn achternaam. Ja. En toen zei hij van, ja Ramsey, ben je bij je bitch, dan heeft ze een brok in de keel. Toen dacht ik van, hoe is dat een dis? Je zegt eigenlijk, je hebt een grote lul. Want, dat zei je, want hij komt helemaal in de keel. Dacht, ja, okay, hij bracht het als een dis, dat vond ik dan wel knap, dat het net leek alsof. Dat is een minimale vraagteken waard. Ja, maar dat zal wel weer aan mijn hoofd liggen. En Noozy zei... Het is alsof je Tim Beumers knuffelt, je kan er niet omheen. Nee, hebben we off-cam getest en hij haalde het wel. maar dat terzijde. In tegenstelling tot Cooper, maar dat terzijde. terzijde. Oké, dan Jason, ik wil jouw mening graag als tweede horen over deze battle tussen Noozy en Ramsey. Ja, ik heb bij Noozy staan een hele aangename stijl. Je ziet ook aan zijn setups dat er iets aankomt, zeg maar. Je wordt zeg maar een beetje wakker gemaakt. Ja. Je wilt ook luisteren naar hem. Dus dat ik was blij voor het eerst na heel veel pogingen, weet je, dat er echt ook een punchline kwam. Ik heb hier ook letterlijk staan, eindelijk iemand die punchlines kan maken. En ze ook aflevert. Ja. En ik had, ik moest lachen bij dat wat hij over Tim zei. Ja. Tim. Ja. Over Tim. Dus jij had bij Noozy eindelijk het gevoel, eindelijk iemand die waar het om gaat doet. Ja, maar dat was ook na Symmetric en Apollo, dacht ik. Hij had ook, even kijken, een paar goede bars, rijm goed, een beetje speakery stijl, dat is allemaal dope. En bij Ramsey had ik redelijk goede pogingen, hij kan wel goed rappen, je hoort wel dat hij kan flowen en rappen. Jij breekt dingen heel positief terwijl je echt iets kuts zegt. Nee, maar ik zou echt redelijk goede pogingen, man. Ja, man. Als je nog niet weet op wie je moet stemmen, dan kan je altijd nog op Jason stemmen om de politiek in te gaan. Of hij geeft een vraagteken, of hij vindt het een redelijk goede poging. Hij is niet werk, maar hij is ook niet echt dope. You tried, man. That's good. Derde ronde had hij gechoked, dat is wel minder. Maar wat hij had gespit was ook niet zo hoog dat ik zeg maar die choke door de vingers zou zien. Maar ja, jammer. Duidelijk, oké. Dankjewel. Kimo, je staat te popelen om iets te zeggen, of je zit te popelen om iets te zeggen. Ik heb er niet heel veel aan toe te voegen, man. Ik vond inderdaad, Ramsey was redelijk. Maar op het einde met de choke fokte hij die toch best wel op. Er zaten er wat dingetjes tussen, maar niet super hoog niveau, vond ik. Maar redelijk. En Noozy is iemand die ik een beetje in het rijtje van bijvoorbeeld een Taser schaar.
mannen die een tijdje iets over zich heen hadden, dat steeds opfokte. Dat we elke keer zagen van, je weet dat hij het kan, je weet dat hij het doet. Mm. En deze mannen hebben zichzelf daar uitgewerkt, weet je. We zijn wat verder nu in de next gen. Mm. En zij hebben gewoon dat niveau. En hij zet gewoon een performance neer waarvan wij al wisten, dat zit erin. En dat is gewoon nice. Dus dat is sowieso goed. Die focus verloor hij vaak snel. Als er iets gebeurde in zijn omgeving, raakte hij het verhaal kwijt. En dat heeft hij nu goed gedaan. Ja, hij is, hij is niet meer af te leiden, man. Je ziet echt gewoon, hij is gewoon hij is gefocust. Hij is daar. Hij is gefocust en hij is daar. Qua lines verder, het meeste is genoemd. Maar dat viel me op aan Noosie, dus dat vond ik goed om te zien. Ja, ik vind die groei heel tof om te zien. Daar gaat het ook om bij PLB natuurlijk. In het leven gaat het om. Ook sowieso. In het leven en in het leven van PLB. Dankjewel, Kimo. Ja. Dan rest mij niets anders dan de mening te vragen van enige echte excellent. Dit was een van de meest interessante, of ja, de interessantere battles van de dag, vond ik. Want het was best wel aan elkaar gewaagd ook. Noosie was wel beter, maar Ramsey was wel echt in de buurt van wat Noosie deed. Ik vind wel dat mensen sliepen op heel veel lines van Ramsey. Hier en daar kwam gewoon geen reactie, terwijl ik dacht van, hey, dat is wel dope wat hij zegt, weet je. Ja, dat is dus toch iets, ik had het erover met grappen van me. Ik dacht van, er zit iets in de delivery van hem en ook de toon van zijn stem, waardoor het niet zo aankomt als bij Noosie. Want hij had hele dope lines. Het is een intonatie ding. Ja, absoluut. Het is gewoon een trucje om te zeggen. De frequentie van zijn stem, zowat ook. Nee, maar niet alleen dat. Als jij een bar dropt en je denkt van, is deze Ambonese de Pisang? Dan denk je van, maar is deze Ambonese de Pisang? Dan gaat hij zeggen, delivery. Kan je zetten onder de categorie delivery, hoe je delivered gewoon. En hoe theatraal je hem pakt gewoon. Het is gewoon delivery, inderdaad. En Noosie heeft gewoon een betere delivery ook. Je zag die ook in de freestyle stukken, op een gegeven moment in Seno. Ik zei volgens mij tegen jou van, hij deed een Tim Beumersje. Toen keek je maar van, wat de fuck heb je het over? Hij deed op een gegeven moment ook van, dat iemand rijdt en zo. En dit is de shit, dat ik je op je bek klap. En dan zie ik hem, ik heb een ding uit. Je zegt niks, je wist even niks. Je doet gewoon maar rumble bullshit met interactie. Je denkt, hey! Je zei gewoon precies niks. Je gooide gewoon twee tonen eruit. En rappers die precies niks zeggen, daar heb ik nog nooit van. Nee, maar in ieder geval, dit was Noosie, een van zijn betere performances. Ik vind dat Noosie ook een van de betere is uit de nieuwe lichting. Die is gekomen echt uit de next gen, echt uit de theateraudities. Ja. En echt gegroeid is tot... Ik vind hem gewoon een van de betere man. Ik vond hem ooit echt nice. Maar hoe hij erbij staat ook, alles. Noosie wordt gewoon een baas, man. Zeg je eerlijk. Maar ook ooit beelden gevonden nog van dat hij als een teamboy... Vroeger kwam en dan komt hij hier en dan groeit hij hier ook. Klopt. Nu gaat hij gewoon richting de top gewoon, man. Daar gaat gewoon horen bij die hoogste marktjes, man. Hij heeft die shit ook op Twitter gegooid. Dat hij zei van, ik weet niet of Twitter was, dat hij zei van, ja man, ik ben begonnen omdat ik... QC echt tof vond. En QC was er dan vandaag. Bij de recap stond QC achter hem. Ik heb in beeld gedaan. Ik was spekering. En zie hem echt zo van. Ja, man. Dat is leuk. Tof, man. Leuk om te zien. Noosie is gewoon een perfect voorbeeld van wat ik heel de tijd zeg. Weet je, je hebt ingrediënten, nu moet je nog koken. Snap je? Noosie heeft gekookt voor iedereen. Snap je wat ik bedoel? Met die ingrediënten die hij had. Die ene die toen het nog was van, ja, hij choke maar dit en nou. Hij heeft niet meer gechoked en hij killt die shit gewoon nu. Van ronde 1 tot 3. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat bedoel ik met, je hebt ingrediënten en nu moet je koken. En hij werkt eraan. Jawel, maar ik bedoel, in het algemeen, het bleef niet aan, want er waren zoveel dingen die wel gingen hitten. Het viel niet op. Hij zei na de hand van, toen Ramsey zei, ik choke, toen zei Noosie, vriend, ik ben 3 keer gechoked. Ik zei gewoon time. Ja. Hij heeft het voldoende gedaan. Hij heeft ook verstopt dit keer. Als je nog 10 seconden hebt, je kan niet op die lijn komen, maar je hebt de rest van die ronde wel goed gedaan, zeg maar. Ja, fuck it. Dan kan je liever zeggen time, dan dat je gaat zang, choke. Snap je? Dat staat fucked up voor je ronde. Ja, man. Dan liever dat. Dus een petje af van Noosie, man. Ramsey was ook gewoon nice, man. Dikke shout-out aan Noosie, ja. Okay, Ramsey tof. Was ook gewoon nice, man. Ramsey was ook nice. Mensen sliepen op zijn shit, man. Dus allebei, big up. Dit bedoel ik met ingrediënten en koken, man. Mensen zitten te haten, vinden me streng, dit, dat. Nee, brad. Ik moet roeien met de riemen die ik heb. Ja, Ramsey heeft wel gekookt. Maar hij had een voorgerecht en een hoofdgerecht, maar hij heeft geen toetjes. In ieder geval, hun hebben wel gekookt allebei. Ze hebben allebei gekookt, je kan zeggen wat je wil. Ze hebben allebei gekookt. Nee, ze doen hun best, ik snap wat je bedoelt, man. En daar gaat het natuurlijk ook om. En als je gewoon boem doet, ga ik ook gewoon zeggen dat ik het goed heb gedaan. Snap je wat ik bedoel? En dat je streng bent en dat iedereen zijn kritieken levert, is alleen eigenlijk om mensen beter te maken. Het is tough love. Zo voelen ouders hun kinderen. Precies. Precies dat. En dat is vierkant. Daarmee de cirkel. Zoals ik zei, we zijn al bijna een heel jaar verder, weet je. We hebben geen tijd meer voor cijfers. Ja, let's go. Let's do it. Dankjewel, Tim. Sidekick Tim, die zegt even waar op staat. Dit was de battle tussen Noosie en Ramsey. Cijfers, Tim, man, begin jij. Noosie 7,8, Ramsey 6,8. Excellent. Ik heb Noosie 8,5, Ramsey 8, man. Fuck you mean.
Oké. Nuzi, hij doet het goed, man. Ik hou van die focus. Hou dat vast. Je krijgt van mij een vleesige 7,5. Vleesige 7,5? Ja. En Remzi, 6,5. Weet je, dat, zeker zat er toffe dingen tussen. Wat voor 6,5 is belangrijk? Maar wat voor 6,5? Groenterig. Ja, gewoon een 6,5. Groenterige 6,5. Groenterige 6,5, joh. Oké, 7,5, 6,5. Jason Bourne, de cijfers. Vleesige. Nuzi, een van de hoogste, 7,1. 6,3 voor Remzi. Oké, van de hoogste. Ja, 7,1. Jason is streng. En je weet het, de man heeft vandaag een pokaal gewonnen voor meer dan 1 miljoen views voor zijn battle met Kaaskoes. Dus we gaan zo meteen vertellen wat de gemiddelde cijfers zijn. En dan zijn we dan met de gemiddelde cijfers voor Nuzi en voor Remzi. Nuzi eindigt met een 7,7. En mede door de vlezige 7,5 van Kimo. En Remzi eindigt met een 6,9. Deze cijfers en deze professionele meningen van de jury zijn natuurlijk niet de enige ingrediënten die bepalen wie er wint. Breng je stem uit, hou het in de gaten, word lid van dit kanaal, dan mis je helemaal niks. En we zijn de volgende keer bij jou en bij jullie terug met Kimo, Excellent, Tim Beumers, mezelf Brainpower. En dit keer Jason Bourne, volgende keer ander gastjurylid, dus geniet ook van zijn kritische mening. Ongezouten mening, vol vraagtekens en recht door zee. Cijfers, zie je dan. We'll be right back.